dames en heren. Pasen hebben we nu ook al achter de rug. De tijd vliegt weer voorbij. We hebben weer een leuk informatief programma voor u gemaakt. Wat bestaat uit de volgende onderdelen. Een kijkje achter de schermen van de passiespelen. De galerie De Zeemeermin op stijl. En de Venloop 2015. Wij wensen u veel kijkplezier. We hebben u meegenomen vanmiddag naar de Doolhof. In de Doolhof wordt, zoals u weet, dus dit jaar weer de passiespelen opgevoerd. En we hebben een supergids vandaag en dat is onze heer Pierre Driessen. Meneer Driessen, bedankt dat u dus intermediair wilde zijn dus tussen de ziekenomroep en het bestuur van de passiespelen. Ja, ja. En onze Pierre is een duizendpoot, doet veel, zit overal in. Maar vooral als het om toneel gaat en in het bijzonder de passiespelen. Dat klopt. Pierre heeft dit jaar een superjubileum. Pierre, vertel eens, sinds wanneer ben jij bij de passiespelen? Ik ben sinds 1946 bij de passiespelen. En ik ben er nog bij. En ik heb nu dit seizoen mijn laatste rol. Oké. Ja. Want op een gegeven moment kom je aan de leeftijd dat je moet durven zeggen van... Het is genoeg geweest, ja, duidelijk. Je hebt ook vele gedaanten, ik mag jij zeggen, hè? Ja, ja. Ja, oké. Je hebt ook vele gedaantes gehad, hè, in de loop van de jaren. Ja. Zoals? Zoals. Verschillende malen, zelfs 3 keer de Judasrol. De apostelenrol, een van de apostelen. We zijn begonnen als knaap, dus als jonge jongen, dat we met de figuratie meeliepen. Ik heb de Annas gespeeld, ik heb de Herodes gespeeld. En die Herodes, dat is iets leuks, want die ga ik ook dit seizoen... voor de laatste keer spelen. Oké, wel een grote rol hoor, moet ik zeggen. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Je sluit het wel heel in stijl af, moet ik zeggen. Ja, dat is ook de bedoeling. Hè? Kan je ons vertellen hoeveel gezinnen er ongeveer meedoen hier? Nou, gezinnen, dat kan ik. Dat zijn er in ieder geval heel veel. Heel veel. Heel veel, want van de meeste waar de ouderen er zijn en die zijn gehuwd en die hebben kinderen, dan moet je de kinderen erbij tellen. Ja, uiteraard. Maar het zijn echt heel vaak complete gezinnen die hier meedraaien. En in totaal hebben we hier, kan ik denk ik zo ongeveer een schatting maken, zo'n 450 tot 500 mensen. Dus inclusief dus de spelers, maar ook de koren. En de figuratie natuurlijk. Jij hebt hier een bemiddelende rol tussen mensen of zit jij bij een bepaalde commissie om toezicht te houden op? Nou, ik ben dus nog steeds bestuurslid. Okay. Ik heb altijd mede gezeten in het bestuur technische zaken. Uh-huh. En dat was een leuke bijkomstigheid dus, want dat was ook zorgdragen voor... Dat er gewerkt kan worden, dat er gebouwd kan worden, dat er welke materialen dat we gebruiken. Uh-huh. En daar zit je als gewoon technische man in. Mijn normale leven was technisch. Ik had de technische zaken. Jij zat dus zaken. Helemaal op je plek? Ja. Ja. Ja, 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 ja. Ik zie hier al huisjes staan. Ja. Wie maken die huisjes, Pierre? Hoe komen die tot stand? Tot stand, ja. Daar wordt eerst van het begin beginnen. We krijgen een tekening, we krijgen een maquette. Mm-hmm. Zoals de regie denkt dat het moet worden en kan worden. En dat ziet u hier aan alle installaties die hier zijn. En dan moet dat spul allemaal vanuit de tekening. Als die klaar is en goedgekeurd is, uitgezocht worden en bekeken. Er staan bijvoorbeeld, als je die muren al ziet, waar je tegenaan kijkt. Het is natuurlijk kunst, maar het is wel geweldig groot.
Want we hebben hier wanden opgebouwd, die zijn 8 meter hoog. Ja, daar komt in ieder geval een hele stellage waar we bovenop kunnen spelen. Buiten op de vaste gebouwen die we hebben. En ja, het is allemaal... Dat zijn allemaal vrijwilligers? Ja, en dat zijn allemaal, de meeste zijn vrijwilligers. Uh-huh. Alleen zo'n stellage, ja goed, die moet goedgekeurd worden. Daar moeten technische mensen bij komen. Ja. Dus echt beroep. Ingehuurd. Ja, ingehuurd. En dan heb je hebben dus die muren gemaakt. En er staan hier huisjes. En die huisjes, dat is een hele leuke geste. Die zijn gemaakt door de technische school in Venlo. Okay. In Venlo-Zuid, daar is de school. En de vorige keer hebben een andere technische het gedaan. Hebben ze die hier opgebouwd. En die zijn allemaal gebouwd, ongeveer 20 woningen in hout, in de technische opleiding. En dan worden ze hier geplaatst? En dan worden ze hier geplaatst. Okay. En dat wordt ook door hun gedaan in samenwerking met onze eigen mensen. Pierre, we houden het met dit gesprekje even op. We praten zo verder. Ja. Want er staan mensen te trappelen. Als een soort om te werken. Want die willen hard werken. Ja. Okay. Nou zien we daar een stapeltje stenen liggen. Wat voor gewicht heeft dat? Dat gewicht wat daar ligt is 30 ton. 30 ton? Oh, uit de Mergelgrot. Daar worden die uitgehaald. Maar nou kijk je naar de andere kant. En dan kijk je naar de andere kant en dan zie je stenen die zijn grijzer. Want die zijn ook al 5 jaar oud, want die hebben het vorige seizoen. Zijn die allemaal gebruikt geweest. En toen hadden we denk ik zoiets het dubbele aan gewicht, aan stenen die daar gelegen hebben. Die gaan dus met bulldozers en dergelijke ja. Die op hun plek gemaakt. Ja, leggen die met op de plek gelegd, ja. We zijn nu in het atelier. En u bent? Ik ben Brigitte Altena. En ik ben hier om te ontwerpen en een beetje de dames te leiden. Dus ik ontwerp de kleding en de dames maken het. Hoe komt u aan de modellen? Die verzin ik ter plekke. Heeft u enig bij benadering enig idee hoeveel meter stof u verwerkt? Nou, dat zijn wel een paar duizend meter. Als je gemiddeld 4 meter per persoon. En er zijn 500 personen zo'n beetje? Zo'n beetje met dubbelrollen erbij. Dus dan kan je nagaan 2000 meter. En als je dan alle naden nadenkt, dan zijn we wel een aantal kilometers aan het stikken. Dus is het verzamelen. En dat wordt ook allemaal op maat gemaakt, hè? Het is in grote lijnen worden het, mijn hoofdrollen zeker, ja. Maar het gewone volk, dan maken we gewoon 10 stuks op die manier en dan maken we een L, een M en een S'je. En dan later na is het zo van oké, die passen erin en dan moet er misschien nog onderaan een stukje afgescheurd worden of bijgezet worden. Ja, of met een gordel eromheen, ja. Dan kan het overbloezen. Ja, maar ze mogen niet struikelen. Nee, alles bij elkaar. Ja. Het is heuvelachtig. Ze moeten er ook echt aan wennen, aan de kleding. Dus ze moeten er een aantal keer aan repeteren voor de première. En hoe zitten ze met het schoeisel? Nou, ik heb het liefst dat er heel veel op blote voeten lopen. Maar er zijn er een aantal die dat dus absoluut niet willen. Dan mogen ze sandalen kopen. Maar ze moeten wel ongeveer zijn, dus dat ze er een beetje uitzien als sandalen uit die tijd. De bekende Jezus-sandaal. Juist. En als ze dan bijvoorbeeld een sandaal met een merknaampje erop hebben, dan kom ik gewoon met een hele grote viltstift en dan ga ik daar overheen. Is er ook een groepje dames wat bij de Spelen assisteert? Dat als er ergens een scheur of een ja. Deze ateliers, deze twee containers, die blijven staan tijdens het spel. En dan blijven hier naaimachines en strijkijzers staan. Dus als er dan wat is, dan komen ze na de voorstelling, brengen ze het hier naartoe. En dan wordt het gerepareerd voor de keer daarna. Ja, okay. Dus dat... Dat wordt mag ik u zoveel hartelijk bedanken? Dan ga ik nu even naar de dames toe om te kijken wat die nog te vertellen hebben. Is goed. Hartelijk dank zover en veel succes. Ja, dankjewel. De meeste mensen kennen jou, maar dan in een andere hoedanigheid dan achter de naaimachine. Ja. Maar hoe lang doe jij dit werk al?
Dit is het tweede seizoen. Tweede seizoen? Vorige seizoen hebben we ook tulpen. Dat is uiteraard minder dan dit jaar. En dit jaar ben ik na mijn pensioen. Vind ik het heerlijk om hier te werken. Op het moment ben ik diegene van de rolzoompjes. Oh, oké. Okay. Ja, maar dat is ook precisiewerk, hè, op een gegeven moment. Want anders kunnen ze ook struikelen, hè, als het goed zit. Ik heb begrepen, u neigt niet alleen, maar u zit ook op het koor. Ja, we zijn ook op het koor. Ja. En hoe lang doet u het al? Nou, voor het derde seizoen bij het koor, ja. Okay. En ook voor het derde seizoen al binnen de kostuumgroep, ja. Ja. Met z'n hoeveel zijn jullie eigenlijk in totaal met de kostuumgroep? Nou, toch 17 mensen. Hoeveel? 17. 17 mensen? Ja. Ja. Nou, ik ben mijn jas aan het maken. En nu moet ik zorgen dat het niet te netjes is. Hij moet een beetje uitgerafeld worden. De randen moeten rafelig zijn. Kijk, de onderkant is al. Ze mogen niet over de draden struikelen. Kijk, dat mag dus ook, hè? Oh, oké, ja. Oh, wat leuk. Ja. Nu mag het een keer. Nu mag het, ja. Kijk, als er echt lange draden aan hangen, nou, die knip ik eraf. Maar. Ja, en dit moet dan een beetje meer uitgerafeld worden. Ja, dat is een beetje. Heel veel succes in ieder geval, ook met het koor. Ja. En niet iedere keer dus de hele dag hetzelfde liedje in het hoofd. Nou, als we zo zoals zondag zo'n hele middag herhalen en herhalen en herhalen, ja, dan ga je ermee naar bed. Dan ga je ermee naar bed. Is het zo. Ja, klopt. Dat was een hanger. Wat wordt dit? Ook een jurk. Een jurk. Zo een beetje de. Hoe lang bent u daar nu aan bezig? Want zelfs het inknippen en dergelijke, dat gaat allemaal tijd. Ik ben nu een uurtje mee bezig, zoiets. Dus ik hoef alleen nog maar de zijnaden en dan. Oh, daar heeft er wel tempo in zitten dan. Ik doe mijn best. En hoe gaat dat dan? Het gaat over het hoofd uiteraard, dat snap ik. En dan komen er dus. Komt er je hoeft geen mouwen in. Een gordel omheen of iets van die neemt. En dan kun je het optrekken in welke lengte dan ook. Dat klopt. Ja, dan. Oké. Het is een quilt en daar hebben alle dames van die aan de naaigroep meegewerkt hebben, dat als ieder een quiltje gemaakt en dat als cadeau aan Brigitte gegeven. Okay. Daar is het eigenlijk om begonnen. En die doek daaronder, dat is ergens een schilderij van hier van de Passiespelen. Dat heeft boven op zolder gelegen. Wat dus, leuk, wat een origineel idee. En dat jurkje, we hadden toen die mini-jurkjes, heb ik toen allemaal gemaakt van het hele spel. En zij, Brigitte had zo'n jurkje aan en dat heb ik toen ook gemaakt voor haar. Wat leuk. Mag ik weten wat u aan het doen bent? Banden maken. Banden maken. En voor om de kleding van het volk. Oké. Okay. Dus dat zijn eigenlijk gordels? Gordels en haarbandjes. En haarbandjes. En zoiets. Okay. Dus moet het allemaal worden. Ik zeg, en ik heb al zo lang meegedaan, ik kan er niet vanaf. Ik zeg, dit jaar wil ik graag nog meedoen, dan heb ik 51 jaar meegedaan. 51 jaar? Ja, vanaf mijn trouw. Ik zeg, nou maak ik er een eind aan. En ik heb u bedoelt met dit werk, hè? Ja. Dat klinkt niet aardig hoor, ik maak er een eind aan. Nee, ik doe het volgend seizoen niet meer. Dan gaat het niet meer. Maar dat maakt niet uit. Ik heb ook heel lang de leiding van de kleding gehad. Maar dat ken ik niet meer. Ik ben nu 86, dus. Mijn complimenten. Ja, voorlopig moeten wij dat nog zien te worden, hè? Ja. Bij deze ook de strijksters. Ja. Oh, dan moet je bij die zijn. Nee. Ik zie dat er al heel veel klaar is. Ja. En hoeveel stuks zijn dat er dus zo plus minus?
Geen idee. Zit best en ik heb begrepen dat de huisjes die hebben hun eigen kleding en dergelijke. Nee, dit jaar niet. Dit jaar niet. Dat is, dat nee, dit is, dit nou, jaar is... nou wordt het een zootje al geregeld. Heerlijk. Alles door elkaar. Alles door elkaar. Oh, maar ja. Dat heeft ook wel wat natuurlijk. Ja. Het is dus allemaal spullen, requisieten. Manden en dragen, kruiken, noem maar op. Theo Doesburg. Theo Doesburg woont in Opstijl. Ik mag niet zeggen in stijl, nee, het is Opstijl. En hij is galeriehouder van Galerie de Zeemeermin. Hartelijk dank, meneer Doesburg, dat wij mochten komen filmen. Jullie zijn welkom. En dat onze kijkers ook weer eens een keer iets anders van tegelen kunnen bekijken. Ja. Wij hebben natuurlijk een enorme hoeveelheid aan cultuur hier in Tegelen. En we zijn een beetje bezig om de mensen ook weer met nieuwe dingen en nieuwe exposities en dergelijke te laten kennismaken. Prima. U woont hier ook in een schitterende oude woning. Voor velen ook bekend. Ja, het is inderdaad een bekende woning. De woning waar Joep Nicola met zijn familie gewoond en gewerkt heeft. Van 1957 tot aan... De dood van eerst Joep en daarna zijn vrouw Suzanne hebben hier gewoond. Ze zijn uit Amerika teruggekomen, gevlucht voor het oorlogsgeweld. En nogmaals, in 1957 zijn ze hier naartoe gekomen en heeft van hieruit dus nog jarenlang gewerkt als glazenier en zijn vrouw Suzanne als beeldhouwster. Oh, het waren beide kunstenaars? Ja, ja. Suzanne was beeldhouwster. Ja. Suzanne okay. Nijs. Heeft ook veel werk hier in de regio gemaakt. Het museum De Tienschuur heeft werk van haar. Mm-hmm. En van Joep is natuurlijk over de hele wereld een heleboel te zien. Want het was een baanbrekend kunstenaar in zijn vak. Ja, uiteraard. Ja. Hoe bent u er toe gekomen om de galerie te beginnen? Nou, dat sluit mooi aan het verhaal over het huis. Dit huis is jarenlang een ontmoetingsplek geweest voor kunstenaars. Die Joep Nicola die zat echt in een scène van artiesten en die kwamen veel bij elkaar over de vloer. Adriaan Roland Holst is hier geweest. Godfried Bomans was een goede vriend van hem is hier geweest. Die verhalen hebben we altijd gehoord. En toen we dit huis kochten, 27 jaar geleden, was er een ruimte over aan de kant van het huis wat we niet bewoonden. En dat was het atelier van mevrouw Nicola, de beeldhouwster. Daar heb ik nog een klein stukje aangebouwd. En toen heeft een kunstenaarsvriend van mij gezegd, goh, zegt die, zou het niet leuk zijn om een galerie te beginnen? En dat heb ik toen gedaan. En het is goed om het huis een ontmoetingsplek te laten blijven voor kunstenaars en mensen die van kunst houden. Ja. En dat doet zo'n galerie. Ja, dat is heel erg leuk. Ja. Dat doet het goed en wij mogen straks even rondkijken. Ja, natuurlijk. U heeft nieuwe exposities regelmatig, neem ik aan. En hoe komt u aan de kunstenaars of komen de kunstenaars bij u? Ja, beide. We proberen hier 4 tot 6 exposities per jaar te organiseren. Zoveel? Ja. Dat is ook nodig. Je moet geregeld wat nieuws presenteren. Okay. Maar de laatste jaren met de crisis is het natuurlijk allemaal financieel wat moeilijker geworden. Dus schroeven we het aantal even wat terug. En ja, ik ga meestal zelf toch wel op zoek naar mensen of werk wat mij zelf aanspreekt. Ik moet altijd zeggen, ik moet trots de deur open kunnen maken. Mm-hmm. En daar selecteer ik op. Het gaat kriskras door alle kunstvormen heen. We hebben bijvoorbeeld een kleinzoon van de Joep Nicola, Diego Semproen Nicola, heb ik geregeld. Expositie van, dat is dus gebrand schilderd glas. Nu hebben we Richard Steeks met fotocollages. We hebben natuurlijk schilders, beeldhouwers. Het gaat eigenlijk
Uiteraard de keramiek en dergelijke. Keramiek ook niet te vergeten, het teken natuurlijk heel belangrijk. Ja. En het is ook een beetje zo wat me voor de voet komt. Ik wil ook niet te lang vooruit plannen. Ik vind het heel leuk om een beetje in te spelen op mensen die je ontmoet en waar je een klik mee hebt om te zeggen en met het werk om daar wat mee te doen. Dus het is niet heel ambitieus en met een uitgestippeld enorm plan. Enorm zoekende. Nee, precies. Het is gewoon wat als het leven zelf is, wat op je weg wat komt. Op de weg komt. Maar dat is meestal die spontane reactie. Ja, dat zijn meestal de leukste. Dat maakt het heel leuk, beslist. U heeft op dit moment een expositie van Richard Steegs uit Reuver. Ja. Richard Steegs uit Reuver maakt hele eigenzinnige kleine collages. De basis is eigenlijk altijd een familiefoto, een oude foto, en daar maakt zij van alles mee. En Richard Steegs is misschien nog wel, ja, jammer genoeg, het meest bekend hier in de buurt. Zij heeft een aantal jaren aan bed gekluisterd gelegen met de ziekte van Lyme. De fotograaf Lilith uit Reuver heeft een mooi boekwerk over haar en ook over die ziekte gemaakt. En dat heeft nogal wat aandacht in de media gekregen. Nou, in die tijd dat Risha eigenlijk in bed lag, ze is heel creatief en een heel kunstzinnig persoon. Ze heeft de opleiding voor dans in Arnhem gestart, door die ziekte af moeten breken. Mm-hmm. Maar ze dicht en ze is gewoon een hele creatieve leerling. Ja. En ze wilde dus, die tijd dat ze in bed nog begon, zei ja, je wilt toch wat doen. En nou, dan is het ook wel leuk om te zien dat, wat kun je nou in bed eigenlijk doen? Niet veel meer als wat zij gedaan heeft. Je kunt niet beeldhouden, je kunt geen schilderijen maken, dat is allemaal een knoeiboek. Toch, ja. Dus maar zo kleine foto's en die bewerkingen die ze doet, dat is wat plak- en knipwerk, maar ook borduren en het toevoegen van leuke stukjes kleine accentjes om, ja, om die foto's eigenlijk ook wat te vervreemden. Mm-hmm. En om aan die, aan die beetje ouderwetse settingen een hele nieuw elan te geven. Maar jullie kunnen straks zien wat het werkwoord is. Ja. Hoe lang is zij nu eigenlijk bezig met haar werk? Heeft nou, dat weet ik niet exact. Een aantal jaren. Nou, dit is in elk geval, er hangen, ik dacht hier, ongeveer 45 werken en werkjes. En dat is allemaal werk wat ze in die periode gemaakt heeft dat ze ziek is. Mm-hmm. En daarom is dat ook, het is eigenlijk ook een beetje een tijdsdocument. Ze heeft er de naam aan gegeven, Ruins of a Past Life. Dus eigenlijk de ruïnes van een voorbij leven. Mm-hmm. En dat zij zegt altijd nee, dat slaat dus echt op die oude foto's die je kan er alle kanten maar ik vind het ook wel wat over haar eigen leven zeggen. Mm-hmm. Het is uiteindelijk toch ook een overblijfsel. Het is een document over haar leven eigenlijk. Uit een bepaalde periode van haar leven. En dat vind ik heel, heel leuk aan, mm-hmm, aan deze collectie. Ja, maar dat is ook heel erg leuk dat daar dus gewoon aandacht aan besteed kan worden, hè, op een gegeven moment. Ja, natuurlijk kan dat. Maar het is wel want Risha is jong, 24, ze is dus eigenlijk autodidact, ze heeft nooit een opleiding gehad. Mm-hmm. En ik vond het toch leuk genoeg om met haar in zee te gaan en een expositie op te zetten. Ze heeft expositie gehad in Amsterdam wel al. En mensen zijn heel enthousiast over dat werk. Juist omdat het is heel anders dan heel anders dan anders. Ja, anders, ja. Meneer Doesburg, voor onze kijkers en ook voor mezelf eigenlijk. Ik wilde nog graag de openingstijden weten van de galerie. Ja, in principe zijn we alle zaterdagmiddagen open van 11 tot 4. Okay. En de zondagen van 12 tot 5. Dus ieder weekend bent u. Elk weekend zijn we open. En natuurlijk, na een telefonische afspraak is het ook geen probleem als het een andere tijd moet zijn. En ik ben in de gelegenheid. Ik mag uw telefoonnummer mee laten lopen met de film. Gerust. Is dat makkelijk? Ja, prima. Nogmaals, onze hartelijke dank. Jullie bedankt. Wij hebben heel veel geleerd vanmiddag en veel weer gezien en gehoord. En we hopen dat de kijkers daar ook veel plezier van beleven. Fijn, dankjewel. Dit is de Venlo-wandeltocht van 25 en 40 kilometer. Aankomst in velden tussen de buien door. Ontmoeting van de 40 en 25 kilometerlopers. Het Veldense plein was sfeervol. Muziek,
versnaperingen en af en toe droog met een zonnetje. Oh, kijk eens naar de lucht, dat voorspelt niet veel goeds. Nu over naar de Venloop. Daar komen de eerste lopers. Dit is het medaillon in Tegelen, iets over de helft van een halve marathon. Dit is nog de kopgroep, ze hebben goed de vaart erin. Wat lopen ze soepel. Ze hebben vast getraind. Toch best nog wat publiek. Jongens, nog een stukje lopen. Nu komen ze in ploegen. Ziet wel bekend, hè? Nog even wachten. Ze komen vast wel. De een liep makkelijker dan de ander. Hoe lang nog? Even kijken op het horloge, een slokje water en dan gaat hij weer. Ook vanuit de lucht werd het spektakel bekeken. De helikopter is TV Venlo. Er was zelfs een drone bij. Nou, ga maar aanstaan, die hele weg lopen met de banier. Knap hoor. En ze blijven komen. Zo'n 25.000 snelle lopers doen er mee. Dit was dan de Venloop van 2015 op een zonnige dag. Wij hopen dat u een goede kijk hebt gekregen over het werk van achter de schermen bij de Passiespelen. Dit was een kijkje in de echte keuken van een supergrote groep vrijwilligers. Je moet het iedere 5 jaar maar weer voor elkaar krijgen. Petje af voor iedereen. Vanaf 10 mei gaan de Passiespelen gedurende de zomermaanden hun voorstellingen geven. En wij hopen dan ook dat men in grote getale vanuit Tegelen en naar Tegelen komt. Voor nu nog een fijne dag. Dag allemaal!